En daar zijn ze weer, de tweede aflevering van Let's Race Super Mario 64 met Dylan. Winnaar. Ik ga eventjes naar Peach toe, eventjes van de glijbaan af. Lekker glijden. Wat ik wel eigenlijk heel zielig vind, Rick, dat ik je echt pak slaag mag geven op je eigen kanaal. Dat vind ik echt heel erg Zo gaat het meestal met die Let's Races hoor. Als je er nog interesse in hebt, ik heb een linkje in de beschrijving met alle Let's Races. Dan kun je zien hoe ik eigenlijk van verschillende YouTubers een pak slaag krijg. Heb je nog nooit gewonnen van mensen? Jawel, ik heb wel een paar keer gewonnen. Anders zou ik het nu ook niet zeggen, want dat is helemaal niet leuk. Want dan kijk je alle Let's Races en terwijl je eruit komt al weet. Ja. Ik ga wel zeggen, ik tot nu toe verlies ik meer dan dat ik win. Daar ben ik eerlijk in. We deden ooit voor dus David Games deden we een Let's Race van New Super Mario Bros. 3, ja? Ja. Terwijl iedereen in wereld 7 was, zat ik in wereld 2. Ik heb echt 6 afleveringen vastgezeten in 1 level met een boos zonnetje. Oh ja, het boze zonnetje, hè? Ja. Ja, het is nooit goed, hè, Nederland, het boze zonnetje. Daarom, Nederland heeft er ook wat last van. Van het zonnetje, ja. Ja. Nee! Wat doe je? Nee! Wat doe je? Nee, val het weer! Bust a move! Nee, crap! Shit! Nee, dat is shit. Kut. Ik ben uit de wereld. Oh my god. Dylan, waarom ben je zo slecht in deze game? Weet je, omdat jij dus nu zeg maar daarin gaat. Ik ga eventjes naar wereld 3 toe, weet je wel. Jolly Roger Bay. Vind ik leuk. Oh man. Rick, jongen. Is toch leuk, weet je wel. Dan ga jij lekker naar wereld 2. Dan ga ik fijn aan Jolly Roger Bay. Dus je gaat niet zo snel dood als je eventjes stil zit. Er is wel hier en daar wat water. Dat is natuurlijk nooit goed, maar... Stik je een beetje. Nou joh. Dat gaat er best wel langzaam met stikken. Oh ja. Het is fijn dat je zo langzaam doodgaat. Dat vinden we... Het schijnt dus dat stikken, verdrinken, een hele fijne dood is. Oh ja, joh. Ja, echt waar. Een vader van mijn vriend van mij, die is muskusrattenvanger, dat is zijn beroep. Die zet dan van die vallen neer in het water en dan gaan dan muskusratten in en dan gaat die trap dicht en dan stikken ze gewoon. Oké. En het schijnt dat het heel snel gaat en je hebt er heel weinig last van, want zodra je longen vol lopen, is een beetje instant dood. Oh ja, maar dat voelt volgens mij niet zo fijn, denk ik. Als je... Nee, maar er zijn er. Ik denk dat het door een trein aangereden worden toch wel wat minder fijn is. Ja, maar dan ben je wel in één keer klaar. En het is wel een beetje spannend, weet je? Oeh, spannend, ja. Komt-ie dan, hè? Precies. Ik ben nu trouwens nog een geheime ster aan het doen. Zo geheim dat ik niet eens ga vertellen welke ster het is. Welke ster is het, Rick? Het is 8 rode muntjes, meer zeg ik niet. Oh, fuck. In die glijbaan? Nee, joh. Oh, ik ben Rick helemaal niet eerlijk, jongens. Hoeveel sterretjes zit je er ook op 6? Ik zit ook op 6, ja. Ik had er echt 7 moeten hebben. Ja, waar is je voorsprong? Ja, die is weg. Ik was doodgevallen. Verdomme. Jij was ook een keer doodgegaan, toch? Of niet? Nee, ik ben er niet doodgegaan, hoor. Ik ben alleen van die berg afgevallen tijdens de footrace van Koopa de Quick. Koopa was toch vet langzaam, dus dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja, het is Koopa de Fat Man. Koopa de dikzak. Kom op. 7 rode muntjes. 7 rode muntjes. Echt? Ik heb er nu 5. Oeh, ik ben een koning in het verzamelen van de rode munten. Oh, je bent alle rode muntjes aan het doen als eerst. Nee, alleen dit is gewoon even een bonus level in het kasteel voor 18 met 8 rode muntjes. Oh, je gaat met het vliegen, jij faggot. Nee, dan heb je 10 sterren. Voor vliegen heb je 10 sterren nodig, hè? Echt? Ja. Oh. How much do you know about this game, boy? Ik heb de ster. Ja, bust a move! Crap, niet nu! Dat is penetratie, toch wel. Ja, dat was een penetratie move ook toevallig. Oh, hey, cool. Die ken ik nog niet. Ja, die zal ik je leren, Rick. Nee, jongen. Ik val weer naar beneden. In the sunken ship. Plunder in het gezonken scheepje. Ik ben echt aan het falen, Rickert. Dat wist ik al vanaf het begin, hoor. Dat is geen nieuws voor me nu, zeg maar. Nee, het is niet leuk meer. Ik fiets wel om. Ik ben aan het zwemmen en ik zwem hier die keer tegen een steen op. Dus ik zeg heel wijs, ik fiets wel om. Nou, die Rick er met z'n malle fratsen. Ja, Rick is een beetje een mafkees, jongen. Ik denk sowieso mensen die dit kijken, dat ik wel weer wat meer Let's Races me noem. Ten eerste, ze zijn gigantisch leuk om te doen. Ik hoop dat Dylan die mening deelt. Ja, ik vind het grappig. Tot nu toe heb ik het wel naar mijn zin, als ik niet aan het falen ben. Ja, het is wat matig om achter te staan, want dan voel je de stress. Je voelt de stress. En dan, als je stress voelt, dan ga je elke keer domme beslissingen maken. Momenteel ben ik redelijk relaxed. Ja, mijn strategie is altijd wel een beetje safe spelen, want als je... bedenkt, oh, ik snij een klein beetje af door deze spawn te doen en je gaat dood, dan snij je niet heel veel af. Ja, dat gebeurde bij mij dus inderdaad. Oh, dat kan ik wel even doen. Nog nooit eerder geprobeerd, maar het werkt vast wel. Ja. Beetje die mental die tijd. Oh, dat kan wel. Hoeveel sterren heb ik? Hoeveel rode muntjes heb ik nou? Oké, fuck it. Oh, je bent rode muntjes in die toren aan het doen? Je weet als je op start drukt dat je ziet hoeveel rode muntjes je hebt, hè? Oké, ik heb 7.
Oeh, dat klinkt wel goed. Ik ben, ja, nu bij die, ik ben nu in die onderwatergrot met die kisten die je moet openen. Oh, daar ben je. Doe die als eerste of zo van het waterleveltje. Ja, ik vind dat een leuk leveltje. Ja, die is wel leuk. Ja, die is wel wat makkelijker. Is wat veiliger. Ik, weet je, ik was vroeger altijd bang voor die aal. Weet je wat ik nu opeens bedenk? Als je een movement bastert terwijl je in de poten van die valk zit, dan ga je dood. Dan moet je aal loslaten. Oh nee. Bust a move, Dylan. Oh, lekker tijd. Ben je net uit die poten van die vogel, of niet? Nee. Ik pak nu net jouw bust a move. Ik? Ja. Kijk, ik hoor echt een klapje ertussendoor. Smack that ass. Ik heb nu 8 sterretjes, oftewel ik kan naar de Bowser toe, als ik er zin in heb. Bust a move! Wat? Oh, je bent met die 100 munten bezig. Yeah! Ah, fucker! Ik neem een sok in mijn bek. Maar dat zijn wel hele kinky moves, Rick, dit. Ja, dat zijn de kinky moves. Bust a kinky move, Rick. Dat zijn de regels niet, Dylan. Bust a kinky move, Rick! Ja, Rick is een vieze, kinky vieze motherfucker. Ja, dat is een dirty dancing. Oh, dancing queen. You're as the old tambourine. Dancing queen. Ja, la la la, oh, a dancing queen. Ja, ze noemen me Rotjoch en ja, ik ken Mamma Mia, oké? Okay? Mamma Mia. Fuck you, here I go again. In de faalmodus gaan. How can I resist you? Zoiets? Weet ik veel. Ik heb de film waarschijnlijk wel een keer gezien. Ik ook. Mijn moeder is diehard fan, weet je. Omdat ze Amsterdams is. Ik ben, ik ben een beetje, als ik One Direction fan ben, is zij een beetje fan van Mamma Mia. Ik denk dat jouw ouders sowieso de hele dag André Hazes luisteren, omdat ze in Amsterdam wonen. Nee. Jawel, alle Amsterdammers luisteren 20% van André Hazes. Mama is fan van de Rolling Stones en Metallica, shit. The fuck, je moeder is echt een nep Amsterdammer dan. Nee, mijn pa houdt wel van André Hazes, tenminste. Wie houdt er nog niet van André Hazes? Dan ben je een nep Nederlander. Met bloed! Zweet en tranen zijn rotier nummer... Ah! Bust a move! Wat? Nee, ik ben onder water! Stik! Choke! Stik al! Dan moet ik ook nog eens een goede kist kiezen, anders ga ik helemaal dood. Please, de goede... Ja, gelukkig maar. Ik hoop echt een verkeerde kies, jongen. Dat is dan doodgaan, dat is altijd zo leuk. Nee, ik heb wel een goede kist gepakt in ieder geval. Ik hoop... Oh man, ik weet echt de taal de volgorde niet meer bij deze kisten. Oh kut, deze. Wat moet ik weer doen? Shit. Ik weet niet wat ik moet doen deze missie. Oh Dylan, wat kan je ook weinig. Ik vind het altijd een van mijn favoriete werelden, dit waterlevel, omdat je echt niks hoeft te kunnen. Er zijn bijna geen vijanden in, je moet alleen een beetje zwemmen. Beetje zwemmen. Nou, als je niet zwemmen houdt, dan houdt het een beetje op, hè? Ja, is waar. Ik begin echt met te praten, Scumbag. Hier, ik praat tegen je. Soms praat ik tegen die bommetjes, weet je, en draai ze gewoon de andere kant op. Ja, ignore. Je hebt niet genoeg abonnees met mij te praten, Dylan. I'm not talking to you. Met je neus. Are you talking to me? No, I'm not talking to you. Oké. Oh ja, ik weet alweer. Denk ik. Ik denk alweer, ik weet. Wat ben je aan het doen momenteel dan? Ik doe de bommetje, de muur. Oh, de muur wegblazen. Dat is wel leuk, ja. Vind je wel leuk, hè? Dat is wat vervelend als je hem mist, weet je, die muur. Denk je, crap, moet je hem nog een keer doen. Ik ben nu in de sunken ship. Echt? Ja. Echt hard. Oh, die mist, echt de Jolly Roger missies altijd te kutst, jongen. Nee joh! Buts a move, bitch, buts a move, bitch! Buts a move! Dankjewel, Rick. Dat is een goed uitgekozen nummer van mij. Ja, mijn bloed! Zweet en tranen! Ja, buts a move! What the fuck is this? Het gaat lekker! Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben. Doe maar gewoon wat. You can it, Rickard. Can the eel come out to play? Nou ja, dat is te mij ligt wel. Ja, yeah, Rick's eel komt graag spelen. Zeker waar, ik ga dit niet ontkennen, Dylan. Dat zal een ontkenning zijn. Hoeveel sterretjes heb jij nu dan? 10 zeker? Ik heb er 10. Ik heb er 9. Verdomme. Oude smoeter. Maar jij doet wel Twomp Fortress, dus daar zijn wel wat makkelijke sterretjes te pakken natuurlijk, voor jong en oud. Voor jongen houdt dan wel. We gaan wel sneller dan de vorige keer, want de vorige keer hadden we ongeveer 10 na 30 minuten. En we zijn nu 25 minuten in en ik heb er 9, jij hebt er 10. Nee, ik ben echt aan het falen. Zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. Het is weer faalhaas, wat dag is het eigenlijk vandaag? Vrijdag. Faalhaasdag. Faalhaas vrijdag. Faalhaas vrije vrijdag. Ja, die Rick is echt een wilde Rick, jongen. Rick heeft van ons te oefenen in plaats van dat hij ging leren voor zijn toets, hè. Ik heb zo voldoende graag gehad. Wilt u me verslaan? Het is wel waar. Maar jij hebt deze game in je jeugd gespeeld. Wie heeft er nou voordeel? Oh god, ik ben echt weer aan het falen als een
Ik ben achter die aal aan, want hij heeft een ster aan zijn reet. Die wil ik... Oh, fuck! Nee, nee, nee! 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 Ik ga dood, Dylan. Ik zat nog zo te denken, zal ik even omhoog gaan om het water te... om het lucht te happen? Ja, ik ben dood. Ik ben verdronken. Motherfucker! Ik dacht, oh, weet je, ja, ik kan wachten die staart aan. Ik heb pat, zo die staart in mijn face. Ja, ik ben echt aan het falen, jongens. Ik dacht echt, dat ga ik even sneller jullie doen, maar ik sprong mis. Nee! Als je deze paal ziet, Rick, in de opname. Ben je van de map af? Ja. Je bent al 3 keer dood of zo, jij? Hé, hey, man, dat kan ik eens op doen, joh. Zit in je bloed. Zweet en tranen. Wauw. Krijg lekker allemaal de kleren. Vrienden, zeg vrienden, ja. De koek is op. Nou gaan we je Siske eruit doen, ja? Dat is echt Amsterdams. Oké. Okay. Kraag toch allemaal de kleren. Ja, val van mijn part allemaal dood. Je hebt geen zin om braaf te leren. Ik aardig toch wel. In de goot. Kinderen wil niet meer spelen. Noem me uit en daar is mijn naam. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, is mijn pa. Had ik maar iemand om van te houden. Ja, dit is wel echt een vraag voor jou, Rick. Dat vind ik echt een hele pittige vraag, ja? Ja. Wat zou jij doen? Neuk je Shugley Hooper zonder condoom? Wie is dat nou weer? Die hele dikke kale vrouw. Nee, die wil ik niet neuken zonder condoom. Of Adriana Lima met volle bak SOA. Zonder condoom. Is dat niet van Bros Before Hoes? Nee, Adriana Lima is een model. Nee, ik bedoel, is dat zo'n vraag was ook van... ja. Waar is die kutaal? Waar ben je? Waar is je antwoord, Rickert? Nou, ligt eraan. Krijg ik dan sowieso de SOA's, zeg maar? Ja, sowieso. Sowieso, hè? Ja, wauw. Wat is die kutaal? Het is volle bak SOA, hè, was het, hè? Nou, ik wil even kijken, maar die aal... Oh, hij zit er nog. Wat een anus. Ja, hij moet voor hem dansen, weet je. Nee, dat deed ik. Alleen toen dacht ik, oh, cool, we gaan naar buiten. Dan ga ik lekker weg. Woehoe! Ik ben de glijbaan aan het doen, jongen. Oh, oké. Okay. Ik dacht je die al gedaan had, joh. Nee, man. Ik ben het glipperen en glijden. Slipper nu even luchtje happen, want anders dan wordt het weer niks. Heb je dood? Ja, dat laten we even niet doen. Nee, ga maar haal geen adem, Rick. Blijf gewoon lekker daar. Hou geen adem! Nee, sorry, maar ik weet niet. Ik weet niet precies hoe die kale vrouw eruit ziet. Anders had ik wel misschien een orde. Maar ik wil eigenlijk sowieso nee, geen SOA's. Jongen! Yes! Yes! 20.5 seconden. Dat word ik dan gelukkig. Daar word ik dan gelukkig van. Was the move, Rick? Ja, godverdomme, bijna bij die ster! Was the move, Rick? Dat was ook eens een keer dat ik een rondje draai. Ja, zo duurt het lang, Dylan, als je zo gaat lopen doen. Stik, stik, choke, choke, choke. Oh, man. Oh, nee, hij is weer terug in zijn holletje. Fuck! Lekker voor je. Daarom gebeurt dat dus. Hij gaat er gewoon weer uit. Dat is bad. Fucking shit. Het leven zit niet mee vandaag. Nou, ik pak je nog wel. Ja, pak je nog wel, joh, man. Ja, ik kan echt... Ik weet niet wat ik nu moet doen. Jij bijna je ster, toch? Ja, als het deze keer meewerkt wel. Als ik deze keer weer... als ik het weer per ongeluk eerder de ster pak, dat hij weer terug zijn holletje in gaat. Ga je nog een keer die glijbaan doen dan? Ja. Kan je dat? Ik weet niet. Voor mij lukt het maar dat niet. Hoeveel sterren heb jij nu? 9. Oké, ik heb er nu 12. Ja, fuck, shit. Kom op, glijden, deel. Glijden. Glijden van de glijbaan. Let deze, jongens. Let deze, hè, jongens. Deze is speciaal voor jullie. Hop, ik pak die ster nou eens. Oh, yeah. Fuck! Dit is verschrikkelijk! En Mario gaat weer stikken, hoor. Fucking aal. Lekker. En Rick, ben je klaar voor? Nee. Ben je klaar voor de move, die bastard? Nee, ik ben in ieder geval weer boven. Ik heb die slip, ik heb die glijden, die glijbaan, die ijs. Ja. Bust the move! Rick, ben je er nog, jongen? Ik gooi hem boos mijn frikandelbrood, mijn bakje weg. Godverdomme! Fucking kutaal! Ik heb dit nog wel geoefend gisteren, toen ging het best goed. Waarom ga je niet gewoon een andere doen dan? Nee! Rick is het type, zeg maar, nee, op een gegeven moment... Nee, dan kan ik niet verder met dit level. Je moet deze episode eerst halen, anders kun je bepaalde andere dingen weer niet halen in dit level. Oh, je wilt die aal... Je zeg maar dat die in het gat zit, weet je? Nee, die komt eruit. Die heeft dan zo'n ster aan zijn staart. Oh, die ja. Ja, die is leuk. Ik heb een keer een klap van hem. Kom op, Rick. Ah, fuck! Ik ben down... What the fuck is dit? Je rikkert.
Hier even voor de luchttappen. Nee, dat vond ik niet zo leuk, dit. Het gaat echt nergens over. Het gaat letterlijk nergens over. Mevrouw, ik heb uw kindje. Ik heb uw kindje voor u, mevrouw. Nou, ik ga nu maar even zo ervoor dan. Rick, ben je klaar voor? Ben je bijna dood? Bust the move! Rot op! Here we go. Fuck jou, Dylan! Ik kan echt niet normaal dit level halen! Fucking eetzaal! Hey, ik ben Rick. Ik oh, trouwens, je moet even de game pauzeren, want we zitten op 15 minuten. Tukken! Gedaan. Jij ook? Ja. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ben nog steeds bij deze eetzaal. Die echt aids doet. Ik ben het ownen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken als je hem leuk vond. Laat even in de comments achter wie je denkt dat gaat winnen. Tot de volgende aflevering. Doei! Doei!